Yo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn campagne moet even voorlezen. Dat had ik eerder gezegd in de andere aflevering. Ik vind het heel kut. We gaan die klotere jullie eerst even afmaken. Maar dit keer moet ik slim zijn. Dit keer ga ik 100 keer. Duizenden keren voldoen. Nou, dit keer maak ik een rijndaan van al die troepen. Ach, ik moet winnen. Dat zeg ik altijd. Nou, ik heb niet de eer opgenomen hoor. Dat was niks hoor. Ik vertel dat later wel. Maar ik ga nog even laten zien wat ik waar ben met dit spel hoor. Ik ben er echt goed in. Nou, goed in? Nee, dat zien we wel zelf hoor. Dat zagen jullie in de eerdere battle. We moeten gewoon goed zijn. Ik vecht alleen in meerderheid. Nooit in minderheid. Want dat is oneerlijk. Dus ik pak altijd de meerderheid eerst. Minderheid, meerderheid. Niks hoor. Ik weet niet hoe goed ik het ga doen. Ik hoop goed. Maar we zien zelf wel. We gaan al die fucking legers. Oh, ja. Ik moet hem bij Parmenot zetten. Om het oosten te laten sturen. En nou. En Limos. Ah. Even lopen. Meerderheid. Nou. Dan ga ik naar Byzantium. Om een beetje een af te maken. Nou. Dat is belangrijk. Ah. Weer ruzie. Ik denk dat ik eerst attacker moet verslaan. Oké. Attacker pak. Ik pak eerst attacker. Dat is een hele lege draad hier. Wauw. Wat een zwakkelingen zijn er wel. Oh, holy shit, what the fuck, doen. Ja, we gaan die fucking groep even verslaan. Nou, dan zit de stad in de minderheid. Ik moet al hun generalen even verslaan. Dan moet ik naar Perzië, de kant van. Eerst heel veel troepen in Byzantium huren. Dan naar Perzië en retrainen. Dan wil ik even de horses. Hier ben ik mee tevreden. Dan moeten we deze weer op een positie leggen. Oké. Even paarden. Kijk. Nee, General's Bodyguard. Nee, dat kan niet door direct heen. Eerst moeten we al hun troepen dood. Drijven ze weg? Is dat? Wat is
stukjes gehakt, hè? Oh, holy shit, wat een fucking kut. Barbaren mogen even voelen hoe ze ten onder gaan. Lekker. Gelukkig, geen peasants hoor, wat een fuck. Kijk. Eerst allemaal vermoorden. De baas moet dood. Dan is een victory. We vechten totdat die baas even dood is. Is die baas weg? De hele tijd achter General's bodyguard aan. Wordt een valstrik. Ik denk dat het een valstrik wordt. Nou, ik weet dat het een valstrik wordt. Voor ze. Maar. Ik moet even. Holy shit, what the fuck. Kut, ik loop de legers hoor. Ik wil waarom. Ik zie geen peasants. Gelukkig. Peasants, die zijn zwak. Wat is dat? Ah, dat is niet zo belangrijk als het. Ten aanval. Ten aanval. Oh, fuck, holy shit. Er komt een fucking verrassing aan. En daar zit ik niet op te wachten. Allemaal General's Bodyguard. Tegen Bodyguards. Ik weet niet hoe dat noemt. What the fuck. Waarom moeten die fucking barbaren weer eens een keer bij mij weer achter mijn groepen aan? Maar daar kunnen ze niet van winnen hoor. Ze klepperen daarmee. Nou, ik vind het heerlijk om te zien. Iedereen gaat wel tegen een baas af. Dan is een faction leader klaar en is over. Dan geef je maar over, barbaren. Ah, we gaan. Oké. Is dat een spearman? Ah, hier. Nee. Ik vul de rest erbij. Ik moet zuinig voor Alexander zijn. Maar daarom zet ik ook al die troepen op zo.
een ballon. Bangerik, bangerik. Totdat die fucking barbaren in de minderheid zijn, dan hebben we kans om nog te surviven. Om direct to General's bodyguard. Ja. Oh, scheisse. Oh. Nou, dan vecht ik tot het einde. Tot het einde. Ik wil toch liever tot het einde gaan, hè. Ik wil toch dat ze wegwezen. Ik wil een baas hebben. Dan zijn ze weg. Dan noem ik weg. Heerlijk om te zien. Scheiße. Ik vind nog de kans is weg. Dat is Alexander zo. grappig gezicht. Ik vergat ook nog mijn troepen te laten zien. Als je echt in de verhaal en de campagne mode en dit en wat de campagne mode en de historische bosso heb je rechts Alexander daar. Ja, man. Och, kijk. De reden is nu wel tegen ze. Laatste groepen gaan nog op hun af. Ik denk toch dat die klaar is. Het is over. Kijk, allemaal victory. Ze zijn weg. Nee hoor. We moeten met hun laatste troepen Europa zagen. Kijk, fucking rikken zijn het echt. Oh. Kijk nou. Ik heb ze al echt die fucking barbaren. Lekker doei. Kopklopje. Ja. Welke kant is weg, Tim? Peace and the love. Hey Tepper en Tepper. Oh. Nou, we houden nog wel van een turntje hoor. De één turn. Oh. Hey. En dan is het Alexander. Het kan niet. No. En de return. Ach, nu zijn we het genoeg, man. Nu zijn we klaar. Wat een man. Ach, ik vind het wel. Meteen zie. Nou, we proberen. Dat is niks interessants. Ik ga even kijken. Het recruitment. Een peasant. Zo. Wow.
Ach, geen idee wat ik zie. Ik denk nog een turntje skippen. Ach, wat ik nu doe is iets slims. We maken assault. Rusculturen. Daarna moeten we de verzetters even op ze afsturen en dan is de strijd over. Ze komen ineens wordt er verzet gezet. Zijn dat van die stomme Ierlië fort? Echt watjes zijn dat? Ja. Nee, direct en de speerwerper. Ik denk ook speerwerpers hier. Ik denk dat de speergooiers hier belangrijk zijn. Nou, want dan zijn we al van ze. Race Archer, wat je zijn dat echt. Die moeten we even op de archers. Want die, we letten ze nu op een positie. Ach, de weg weten. Oh no. Ah, denk je nou? Oké. Ah, slim is het. Oké. Boom, 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 boom. Lekker voor ze. Vermoord ik zelf. Daar punk ze in. Ik heb dit echt nodig hoor. Oh, of het niet is 90%. Oh, wat. Haal boos. Boom. Ik vind dat echt helemaal niet in de pangenpoepert zijn ze. Denk je echt dat dit echt zal lukken? Ik vind die troepen zo langzaam. General's bodyguard. Ik heb dat echt nodig om ze aan te pakken. Het is de enige groep waar we tegen kunnen vallen.
mag Alexander niet dood hebben, dan is de game over. Ah, lekker! Vermoord ze al die kut, klote, kule. Holy shit, gaat er nou gebeuren? What the fuck hier nou? Ik plunder ze niet. Ik maak ze af. Want plunderen doen bij een ander spel, dat waarom. Hij had ook een reactie over iets. Er is Victory. Ik weet niet de Lord of the Rings moet bestaan. Ik kan hem downloaden. Oké, beslissen maar nu. Helemaal. Dat dit het einde is van heel Thracië. Waar bange rekken zijn. Ik denk, ik heb victorie, het is einde. Holy shit. Ja, kutbarbaren zijn weg. Ineens weg. Dat proberen we nu in deze turn nog alleen nog die rebellengroep even weg te halen. En dan zijn we hier echt mee klaar. Oh, is het echt over? Geven jullie er nog over? Iedereen is in de town. Wat heeft het nut? Doei. Nee, wat een grapje hoor. We gaan nog één bed. Ik vind het nog lastig als er nog een rebellen op zandje is. En dan zien we de rest in de volgende aflevering. Natuurlijk. Dan, ik ga eerst het leger bij je roepen. We zijn hier terug hoor. Ik moet nog. Ik ga nu even kijken wat er nog is gebeurd. Ik vergat het. Ik heb moeten plaatjes gemaakt. Traas is gedestroyed. Is het nog niet? Ja. En dan worden we. Tempel of Zeus. End of the turn. En we moeten wel eens even eind maken. We moeten echt vermoorden hoor, die fucking kutrebellen. Niet in opstand komen. Nou. Na deze battle moeten we hem nog even terug in Byzantium krijgen. Dat is niet leuk. Nou, is al lang victory en dan gaan we in Persie en dan. Ja, dan gaan we het heel goed uitbreiden hoor. Even kijken. Waar zijn ze? Er is niets te zien, maar dat komen we nog achter. Ach, of de map geeft weer een kutfoutje. Ik vind gewoon dat het een einde moet komen.
Carlo. Nou, jullie zijn normaal geïnteresseerd hoe ze eruit zien. Deze keer zijn ze erg zwak. Ik gok dat het een percentrotje is. Kut, laat me gewoon naar voren. Ja, weet je. Ik kan het beter zien. Zijn dat ze... Nee, god, kut, kut. Ja, ik heb ze... Ik moet ze allemaal... Nou goed, ik skip dit, nou ik kan dit niet skippen, maar ik moet ze vinden. Waar is een glitchje? Lekker! Laatste groepje. Kijk. Rebels zien eigenlijk zijn gewoon troepen die een beetje zo uitzien. Ze zijn eigenlijk bangerikken. Ze mogen eigenlijk helemaal oprotten. Echt oprotten. En ze beginnen nu even te sterven. Dat is de bedoeling. Ze moeten sterven. Godverdomme, lekker! Nou... Jongens, leuk dat jullie naar deze video kijken. Ik vertel het nog later. Nou, ik doe nog één ding nog. Ik ga even nog troepen recruten en dat. En dan is het echt over. Nou, dan moet ik even kijken wat ik kan. Ik denk, ik maak even mijn leven gewoon. Kan ik hier recruten? Even voor de lol, even grappig. Wat kan ik hiermee recruten? Niet. Ik wil heel graag nog een spy huren. Want het zien we in de aflevering, volgens mij nog wat later. Jongens, leuk dat jij naar deze video hebt gekeken. Later nog. Doei!